Dag, welkom bij Fontijn, de allergrootste barbecue showroom van de wereld. Vandaag vertel ik u graag wat over de Beef Eater 1100 serie. Fontijn heeft speciaal voor Beef Eater gekozen omdat het unieke barbecues zijn met een groot venster, een grote bakplaat en gietijzeren branders. De Beef Eater 1100 serie is verkrijgbaar in een 3, een 4 en een 5 brander. En in de S-serie, de stainless steel roestvast stalen serie. En in de In Maya serie, de E-serie, die laat ik u zo dadelijk graag eventjes verder zien. Zoals ik net al vertelde, hebben de Beef Eater Barbecues een ruit aan de voorkant. Hierdoor kunt u en uw gasten vanaf afstand zien wat voor een lekker u op de barbecue aan het maken bent. Dit voorkomt dat u vaak de klep open en dicht doet, wat zorgt voor warmteverlies. Hierdoor is het gasgebruik in de Beef Eater wat optimaler, wat weer lekker is voor uw portemonnee. Linksboven in het deksel vind ik de thermometer van de barbecue. Hiermee meet ik de omgevingstemperatuur in de barbecue, zodat ik zeker weet dat mijn gerecht goed lukt. Als ik de barbecue open, zie ik hier bovenin een warmhout roosten. Hier kan ik mijn gerecht even warm houden voordat ik dat aan mijn gasten serveer. Het roosten van deze barbecue is gemaakt van gietijzer. Dit zorgt voor een goede warmtegeleiding, wat ervoor zorgt dat het roosten op alle plekken ongeveer even warm is. Dat betekent dat de gerechten op hetzelfde moment klaar zijn. Uniek aan deze barbecue is deze supergrote bakplaat. Hierop kun je dus lekker wat roer bakken, garnaal, een ei of een hamburger bakken. De barbecue wordt ontstoken met een kwatsontsteking. Dit zorgt ervoor dat de barbecue makkelijk, snel en veilig te ontsteken is. Zo, dan lopen we nu eventjes naar de E-serie, de Emaille-serie. Dit is een geëmailleerde barbecue uitgevoerd in het zwart. Het mooie van deze Beef Eater 1100 serie is dat hij dus perfect in te bouwen is in uw buitenkeuken. Dat kan door middel van deze ophangbeugels aan de zijkant. Beef Eater is dus een Australisch merk dat een unieke barbecue heeft met gietijzeren branders. Gietijzeren branders zorgen ervoor dat de hitte in de barbecue nog beter verdeeld wordt, wat ervoor zorgt dat uw gerecht altijd goed lukt. En gietijzer zorgt ervoor dat u extra lang plezier heeft van de barbecue. Belangrijk bij gietijzer is dus om het een beetje vet te houden. Dat geldt zowel voor de roosters, dus de bakplaat, als voor de branders. Zo weet u zeker dat u er lang plezier van heeft. Het mooie van deze bakplaat is dat hij aan twee kanten te gebruiken was. Net zagen we een gladde bakplaat en nu zien we er eentje met ribbeltjes. Hierdoor krijgt u die mooie grillstrepen op uw gerecht. Wilt u nou ook een van de Beef Eater 1100 series in uw tuin? Bestel deze dan vandaag.